Welkom op ons feestje, Digital Inspiration Day 2019. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen van al die jonge, wild, hip en dynamische talenten die de arbeidsmarkt zouden instromen. Nou, nieuws voor jullie, de War on Talent is over. Het talent heeft gewonnen. We hebben ook gewoon hele gave, goede vakmensen binnen je huidige organisatie al zitten. Wat ik me realiseerde, is dat we eigenlijk allemaal van dit soort websites maakten met elkaar. Dit is niet waarom ik in het vakgebied zit. Dit heeft niks meer met creativiteit te maken, communicatie of misschien zelfs wel wat onze gebruikers werkelijk willen. Waarom doet Coolblue het nou zo goed, terwijl Blokker struggelt, terwijl Scheer en Foppen en de Kijkshop failliet gaan? Waarom betaal ik bij Coolblue graag 10 euro meer voor mijn Google Home? Het eerste stukje van de inspiratiedag was onwijs inspirerend, vond ik. Heel tof om te zien hoe ze helemaal van strategie en het uitdenken daarvan tot aan de uitvoering komen. Ik vond de visuele inspiratie en de nieuwe denkmanier vond ik heel interessant. Nou, er gingen direct in mijn hoofd allerlei dingen bewegen over hoe ik zelf dit meer kan toepassen in mijn eigen werk. Jullie willen die schaalbaarheid, die betrouwbaarheid, dat voordeel, je kunnen richten op je primaire processen. Je wil geen IT-mailbox servers meer beheren, dat kan elders veel beter. Knop zat er gisteren nog niet, maar als je erop drukt, gebeuren er in één keer allerlei dingen waar je geen invloed meer op hebt. En eigenlijk is dat ook zo'n moment dat je in één keer beseft, de verandering heeft al plaatsgevonden. Ga daarmee aan de slag. De aantal keren dat ik in sessies heb gezeten, waarbij dan betrokkenen dapper zeggen dat ze de Airbnb gaan worden in de verzekeringsbranche, de Uber in de bouwbranche, of nou, laten we zeggen de Tinder in de uitvaartbranche. Ik heb ze allemaal gezien. De briefing was, ik krijg al de briefing spreken. Confronteer ze een beetje, want het is het eind van de dag, maar geef ook hoop. Ja, het geheim van disruptie, nou, om te beginnen is het een term waar natuurlijk enorm veel over wordt gesproken. Elke organisatie lijkt wel te maken te krijgen met disruptie. En wat voor mij disruptie is dat het heeft weinig te maken met technologie. Het heeft er te maken dat bestaande organisaties onvoldoende tegemoet kunnen komen aan de veranderende vragen van hun klanten. Ik ben een kleine zelfstandig ondernemer, company of one. En er is nog steeds de afspraak, ik doe iets en daarna stuur ik een factuur. Harry kijkt verbaasd, maar daar hebben we hier ook zo afgesproken. Dus stuurde ik laatst een digitale factuur. Is die factuur die ik 2 uur van tevoren heb verstuurd, die is betaald. Ik denk, daar gaat iets gierend fout. Hoe meer we digitaliseren, hoe meer het ook gaat om de menselijke processen. En voor je het weet laten we ons helemaal gek maken en meeslepen in die enorme verandering en ook wel deels hype. Terwijl de oplossingen vaak voor onze voeten liggen. En noem het naïef, hè? Maar ik dacht in deze tijd van phishing en toestanden, ik denk, nee, is niet goed. Dus ik denk, nou, ik ga het crediteuren proberen te bellen, want die moet dat weten. En zei, wij streven ernaar onze leveranciers, elke leverancier, binnen 2 dagen te betalen. Klanten zijn vaak op zoek naar iets anders dan je denkt. Dus zoek ook naar de vraag achter de vraag. Ga nou niet beginnen bij de technologie, maar begin eerst bij de klanten, je medewerkers en ga dan pas naar je technologie. Als medewerker van Microsoft ben ik vandaag positief geïnspireerd over waar McCall voor staat, hoe ze ons meenemen in de disruptie van de toekomst en waar ze toe in staat zijn om hun klanten positief te transformeren. Dat verandering eigenlijk het meest plaatsvindt in de cultuur en in de mensen zelf. Het was super gaaf, vooral omdat het een event was wat door medewerkers was gedaan. Gewoon artistieke vrijheid en onze eigen verhalen verteld. En onze klanten een kijkje geven aan de binnenkant van McCall. En dat meegeven, dat is echt gaaf om te doen. McCall, challenge accepted.